Voor vaste actie 2014 zijn we in het Afrikaanse Sierra Leone. Het is een van de armste landen ter wereld. Sierra Leone ging jarenlang gebukt onder een bloedige burgeroorlog die in 2001 werd beëindigd. Zowel de rebellen van het RUF als de soldaten van het regeringsleger hebben onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Het Kono-district in het oosten van het land is extra zwaar getroffen door de burgeroorlog. Vanwege de kostbare diamantmijnen bleven de rebellen hier namelijk lang hangen. Inmiddels is de oorlog voorbij en keren de mensen terug. Ze moeten hun gemeenschappen van de grond af opbouwen. De mensen hebben de zusters gevraagd met hen mee terug naar huis te gaan en hen te helpen weer een thuis op te bouwen. Zo zijn zij de moeders in het nieuwe thuis. Good morning to you all. Good morning, sister Teresa. How are... Dat doen de zusters op verschillende manieren. Zo zorgen ze voor goed onderwijs voor de kinderen, zowel op de basisschool als in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. You are educating to be responsible. And if you want to be responsible, then you have to use your conscience. En behalve al die lessen is er ook tijd voor ontspanning. Tienermoeders krijgen les over hygiëne, babyverzorging en gezonde voeding. Door bananen of rijst bijvoorbeeld tot meel te stampen, blijft het langer houdbaar en kun je er brood van bakken. De volwassenen worden geholpen met zogenoemde business- en savingsgroepen. Dit zijn een soort kleine coöperaties die de deelnemers in staat stellen met een klein startkapitaal een eigen handeltje op te zetten of op hun eigen landjes groenten te verbouwen. 20.000, so I will get profit while I will pay back my loan. I joined this group, I like the group. De zusters helpen de mensen in Koidu weer een thuis te bouwen in hun eigen land. Met uw gift kunt u de zusters daarbij helpen.